Hoi en leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Een paar weken geleden heb ik voor de allereerste keer een Primark try-on shoplog gemaakt. En daar heb ik zulke leuke reacties op gekregen dat ik het gewoon nog een keer ga doen. Ik heb nog een keer geshopt bij Primark met allemaal leuke items, zowel kleding als sieraden. Accessoires trouwens ook nog. Dus genoeg om te laten zien. En ik ga natuurlijk ook weer gewoon alles voor je aantrekken. Zodat je ook een goed beeld hebt hoe alles bij mij in ieder geval staat. De prijzen die laat ik gewoon weer in beeld zien achteraf. Dus dan hoef ik tussendoor niet te zoeken. En dan kunnen we gewoon lekker verder gaan met de shoplog. Ik ga eerst beginnen met wat kleding. En ik heb de vorige keer al aangegeven dat als ik een kledingstuk goed vind zitten, ik het in meerdere kleuren koop. En nou, dat ga je zeker ook zien in deze video. Want ik heb behoorlijk wat basics gekocht. Die ik in verschillende kleuren heb aangeschaft. Omdat ik ze gewoon lekker vond zitten. Ik vind het ideaal om lekker thuis te dragen. En lekker comfortabel. De eerste is deze blauwe top. En die kan je al in de vorige shoplog gezien hebben. Want toen kocht ik hem al in het zalmkleur en in het crèmekleur. En nu dus ook in het licht babyblauw. Nou, deze kreeg dus natuurlijk ook al van mijn vorige shoplog. En wat ik toen ook al zei bij je op Molet, is dat hij vrij kort is. Dus als je je arm omhoog doet, het kruipt wel heel snel naar boven. Ik heb het toen gecombineerd met een rokje. En dat rokje viel net wat hoger, waardoor alles net wat beter op zijn plek blijft zitten. Bij de mouw is het natuurlijk heel mooi gedrapeerd. En hier sluit het weer heel mooi aan bij je hals. En dan nog een andere trui die ik je ook al in de vorige shoplog liet zien. Maar dan nu weer in een andere kleur. En dat is deze lege groene trui. Die heb ik je al in het wit en in het zwart laten zien. Hier zit hij aaneengesloten. En terwijl die hier lekker wat wijder is. Dus het is echt een ideaal lekker, lekkere trui om weer weg te kruipen. Heerlijk. Nou, dit is dus de groene variant. Ja, hij zit gewoon echt heel lekker. Hier bij mijn heupen zit hij mooi aaneengesloten, terwijl je hier best wel wat ruimte over hebt. En datzelfde geldt ook voor de mouwen. Hier blijft het gewoon goed strak zitten, terwijl je hier ook weer lekker wat ruimte hebt. Dus het kruipt niet omhoog of iets, maar het zit gewoon lekker en je kan er gewoon lekker in wegkruipen. En dan kocht ik nog drie kooltruitjes. Ik kan er zelf nooit zo goed tegen als er iets echt dicht tegen mijn hals aan zit, tegen mijn keel. Maar dat is bij deze eigenlijk niet echt het geval. Het is best rekbaar, dus het zit niet strak en het zit niet heel hoog. En het is gewoon lekker met lange mouwen. Het is heel mooi aaneengesloten, dus je vormen komen er mooi in terug. En ja, ik vind hem heel fijn. Dit is in een donkergroene kleur. Dan heb ik hem ook nog in het bordeauxrood. En als laatst in een beige kleur. Beetje beige taupachtig. Gewoon ideale basics die je ook gewoon leuk kan combineren bij een spijkerbroek, maar ook bij een leuke rok. En zeker ook omdat het zo aaneengesloten is, vind ik het ook heel mooi om te dragen in combinatie met plissé rokken. Die vaak natuurlijk ook wat wijder vallen. En dan vind ik een mooie aaneengesloten top echt heel erg chic staan. Dit is de groene variant en die sluit heel mooi aan. De mouwlengte is ook goed. En zoals ik zei over het kolletje, het is bijna geen kolletje. Het is gewoon heel mooi aaneengesloten, maar niet hoog. Waardoor het gewoon het draagcomfort heel goed is. En dit is de bordeauxrode variant, natuurlijk gewoon hetzelfde model. En wat ik vooral heel mooi vind aan de bordeauxrode kleur is een zwarte spijkerbroek. Dat is zo krachtig, daar hou ik echt heel erg van. Nou, en dit is de beige variant. En hieraan zie je maar weer dat je altijd alles moet passen. Zeker bij Primark. Ook al is het exact hetzelfde model en hetzelfde product en alles. Want hier is mijn mouwlengte weer een stuk langer dan bij de bordeauxrode variant. Dus zo zie je maar, altijd passen. En dan kocht ik nog een gele trui met een mooie V-hals. Vind ik altijd wel sexy, zo'n V-hals. Met verticale lijnen. In het midden wat breder. En aan de zijkant wat smaller. En daardoor kon je met taille ook weer zo mooi uit. Het is weer met lange mouw. En het uiteinde van de mouw loopt net een tikkeltje wijder uit. Het is niet veel, maar het geeft net een mooi detail. Dit is de okergele variant met een mooie V-hals. En de mouwen die net wat wijder lopen. Het valt best wel mee hoor. Want het zit in principe nog vrij strak. Maar goed, klein detail, dus weet dat. Ja, die V-hals is gewoon heel mooi. Ja, ik heb nu geen ketting bij aan, maar die moet je natuurlijk eigenlijk wel erbij aan doen. Want anders is het, vind ik het best wel kaal. Maar heerlijk truitje. En dan de laatste trui. Ik zit goed voor de rest van de winter. Is deze oud roze trui. Deze heeft een ronde hals. En met ook weer verticale lijnen. Maar die zijn afgewisseld met bredere en smallere lijnen. En de mouwen lopen hier wel weer gewoon strak aan.
Dus ook weer zo'n heerlijke trui. Dit is de oudroze variant. En in eerste instantie lijkt hij natuurlijk best wel op de andere truitjes dat je hem aan hebt. Want hij is beduidend langer dan de andere. Hij komt eigenlijk net over mijn heup heen. De mouwlengte is ook weer echt heel fijn. En ook hier is het ook weer gewoon heel mooi aaneengesloten. En het detail vind ik ook gewoon heel leuk. En over de winter gesproken, dan moet je het natuurlijk ook als je lekker naar buiten gaat lekker warm hebben. En daarom kocht ik verschillende oorwarmers. En dit is weer een beetje een licht oudroze tint. Zit er een beetje tussenin. Ik vind dat strikje wel heel erg leuk. En die kocht ik in twee kleuren, namelijk ook in het licht grijs. Kan je makkelijk bij veel dingen combineren. En daarom vind ik het ook een hele fijne kleur om te hebben. En als laatst een diepe paarse tint. En die vind ik vooral erg mooi, omdat het echt zo gevlochten is. En is natuurlijk ook lekker warm. En ze zijn trouwens allemaal lekker rekbaar. Deze idem dito. Dus of je nou een klein of groot hoofd hebt, het past. En niet alleen buiten, maar ook binnen moet je het natuurlijk lekker warm hebben. En ik ben een groot fan van het merk Ted Baker. En mocht je dat merk kennen, dan ken je vast wel het mooie strikje wat je eigenlijk praktisch overal bij dat merk tegenkomt. En toen kwam ik deze slofjes tegen. Met ook net zo'n strikje. Ze deden me meteen aan Ted Baker denken. En toen dacht ik, ik moet ze hebben. Ik vind ze zo leuk. Ze zijn lekker warm. Ik heb ze al een paar keer gedragen en ik vind ze fantastisch zitten. In de vorige video zei ik het al, ik heb vrij smalle voeten. Maar bij dit gaat het in ieder geval prima. Dus die kon ik niet laten liggen. En dan kocht ik nog een rosé gouden horloge. En die ziet er zo uit. Hij loopt nog niet, want de band is nog behoorlijk te lang. Maar ik heb op AliExpress zo'n verstelbare systeem gekocht. Ik weet niet precies hoe dat heet. Maar in ieder geval dat je horloge lekker goed kan afstellen op jouw pols. Want ik heb een hele smalle pols. Maar je kan hem volledig afstellen. Dus daar ben ik wel heel blij om. Dat hij ook gewoon bij mij past. Als laatste laat ik je nog een paar sieraden zien. Die ik al een tijdje heb. En die had ik ook al de vorige keer. Maar toen ben ik ze vergeten om te laten zien. Maar ik zag de laatste keer bij Primark dat ze ze nog steeds hadden. Dus ik wilde het toch nog een keer aan je laten zien. De eerste is deze ketting. En hij is niet helemaal hetzelfde, maar gelijk genoeg om hem erbij te kopen. Deze armband. Even naast elkaar houden, dan kan je beter zien dat het niet helemaal gelijk is. Maar ik vond het voor het bedrag wat je bij Primark ervoor betaalt, gelijk genoeg om ze allebei te kopen. En om ze lekker als setje te dragen. En dan nog twee armbanden, die zaten in een setje. De ene is wat breder en de andere is wat smaller. Ook weer zo'n gedraaide armband. Je kon hem verstellen, maar ik heb, zoals ik net al zei, hele dunne polsen. Waardoor ik dat verstelbare kettingje niet nodig heb. Dus dat heb ik er afgeknipt. Je kan het hier zien, ik heb hier ook een deel afgeknipt. En dan bengelt dat niet helemaal langs mijn polsen, want dat vind ik niet zo mooi. Maar dan kan ik het wel leuk dragen. Dit was de shoplog try-on video van Primark van deze keer. Ik ben heel benieuwd wat jij van de items vindt en of je het leuk vindt om veel dezelfde items te zien, maar dan in verschillende kleuren. Zodat je ook een beetje een beeld krijgt waar je allemaal uit kan kiezen. Ik vind het namelijk ideaal, zoals ik net al zei. Maar ik kan me ook voorstellen dat je misschien een beetje saai vindt om veel van dezelfde kleding te zien. Laat het me vooral weten, want feedback is altijd fijn. En dan wil ik je voor nu bedanken voor het kijken. Doei!